Wat ben jij aan het doen? Wacht om. Hè? Wat? Waar heb je dat ding op je pik zitten? Welkom terug iedereen bij een nieuwe aflevering van Zee van Dieven. Wij waren even aan het genieten op een eilandje onder het mooie noordelijke licht. Of ja, is het wel echt zo noordelijk als we denken? Onder het westelijke licht. Heel mooi. Kijk, we hebben een nieuw schip. Hij is geüpgraded. Pimp my ship. Just happened. Mannen, wat is er gebeurd? Niks. Oké, mooi. Hij is groter geworden. Dat heb je met schepen. Naarmate ze ouder worden, worden ze groter. En uiteindelijk gaan ze dood. Maar ja, Lotte, ik zie wel dat jij iets bijzonders in je hand hebt. Wat is dat dan? You like my ball? Can I take your ball? Take my ball. I've got your ball. Wow! Het is een sneeuwbal. Hier, Don. Take my ball. Oh, dat is wel een mooie bal. Oh, Don, mag ik hem terug? Je hebt hem gestolen. Neem de bal. Nee, oké. Hey, hier. Neem de bal. Wow, wacht. Wie ben jij? Hè? Huh? Je bent aan het graven op een boot. Hallo? Schip, wat mag is dit? Bal? Ben je mijn bal? Waar is mijn bal? Iemand heeft mijn bal gepakt. Oh, man. Mijn bal voor de bal. Hey, wie heeft de mooiste knikker? Waar is mijn bal? Don! Ik wil hem laten zien, je mag hem niet pakken. Oh, okay. Oh man. Oké, okay, weet je wat? Wij zijn vanaf nu de orde van de twee ballen. We proberen de zee in balans te houden. Dit is ons symbool. Oké, okay, dit is dus onze nieuwe lotgenoot. Sorry Lot, niks persoonlijks. Dit is onze nieuwe crew, medepiraat, dat is wat ik zocht. Wally de Kraken. Ook al bekend als onze chiropractor Wally. Hij houdt van kraken. Dus over kraken gesproken, kapitein Beb. Ik heb vermoedens dat jij op zoek bent naar de kraken. Dex Wabber, komt u maar eens even kijken. Hey, kom eens even kijken, waar hebben we hier? Ik heb stukjes heel diep water geselecteerd. Waar we de meeste kans hebben op een encounter met de kraken. Dus, ik zie drie tags. Klopt dat? Ja, verder naar boven ook nog wat. Oh ja, oh inderdaad. Ja, 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 ja. Laten we naar het oosten gaan. We gaan naar het oosten op zoek naar die vervelende het is geen hagedis. Vervelende octopus, inktvis. Zet koers naar rechtdoor. Ik weet niet of jij dat überhaupt wel mag zeggen als dekswapper zijnde. Hey, laat mij gewoon even. Hey Blanco. Hey. Waarom zie je nog steeds zo dood uit in je gezicht? Doe nou niet zo. Ren nou niet weg. Kom op, Blanco. Ja, maar ik ben de zeilmeester. Ik moet elke zeil goed zetten. Kijk, je levert wel heel goed werk. Oké, ik ben het niet goed aan het doen. Je help me even om allemaal naar rechts te zetten. Oké, ik nee, dat is de lengte. Zo, doe ik het goed? Nee. Nee, maar ik moet nog zoveel leren. Dekswabber. Oké, ik zet ze wel allemaal naar rechts. Weet je, als jullie iets gedaan moeten hebben, laat het maar weten aan mij. Ik als stagiair moet het uiteindelijk toch allemaal solo kunnen, dus ja. Dekswabber! 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 Kratja! Staat het goed? Beb! Beb! Ja, Dekswabber! Hoeveel zijn we? Hoeveel kilometer nog? Dat weet ik niet. We werken toch niet in kilometers op de hoeveel mijlen nog? Hoeveel knopen nog? Mam, de schoenen zitten nog niet dicht, Don. Hoeveel knopen nog? Je moet nog twee knopen in je veters. Nog twee knopen en dan zijn we er. Ik kan nog steeds mijn eigen voeten niet zien door mijn pants, denk ik. Ah, een beetje jammer. Ja, maar de sfeer zit er goed in, hè? He? Je hebt sandaaltjes met hele kleine voetjes erin. Hey, ik probeer een trend te zetten hier. Yo, wij zijn echt een hele goede band. Zeg maar als je dingen in de lucht ziet. Skeletten. In de lucht? Skeletten in de lucht? Wat? Vliegende skeletten? Niet! Wat is er mis? Paniek! Paniek! Pas de bel! Luid de bel! Vliegende skeletten! Waar is de bel? Ik ga naar de bel toe. Wat? Oh, daar is de bel. Vliegende skeletten! Pas op! Oké, mannen, tijd voor onze volgende jingle. In 3, en 2, en 1, 2, 3, 4, hè? Man overboord! Tsumi Masse! Dekswabber! Ga niet verder zonder mij! En nu missen jullie de drum. Ga verder zonder mij, ga solo. Ga naar de platenmaatschappij. Dekswabber! Dekswabber! Nee! Don! Laat het portaal met rust! Zo! Ik wil hier niet zijn. Wacht, zat er iemand op? Ja, ik ben gewoon weggeschoten. Oh, Jasper! Oh. Nou, dat was leuk, zolang het duurde. Ja, maar hij ging er zelf in zitten. Wow, dit is wel bijzonder comfortabel. Jeet! Ik wil eindelijk gewoon ergens lekker een dutje doen, ik kom jij eraan. Don, we hebben zoveel kanonnen, man. Je had genoeg keuze. Dus ik kan hier ook in klimmen. Oh, inderdaad. Ah, waar daar? Klimmen? Hè, huh? En een kanon. Ja, natuurlijk. Dat wist je niet. Nah, kan je jezelf ook afschieten? Ik wist het wel. Maar ik was ook even... Oh, kom ik hieruit? Mannen? Haha.
Ja. Schip in zicht. Schip in zicht. Op noord-noordoost, tussen de rotsen. Ver voorbij het zuiden. Het lijkt op een klein sloepje, want ik zie maar één mast. Hij ziet er gevaarlijk uit. Nee, hij zit nog niet op zuid, Don. Hij zit noord. Maar hij gaat naar zuid. Hij heeft de intentie om gevaarlijk te zijn. Nee, hij gaat naar west. Oh, gevaarlijk, hè? Het is geen echt gevaar. Zit ik binnenkwijt. Waar is hij ook alweer? Oh, daar. Ja. Zuidoosten, achter de rotsen zit een galleon. Ja, die ziet er wel gevaarlijk uit. Ja, heel gevaarlijk. Nou, bijna, hè? Bijna. Wat ben jij aan het doen? Och, Don. Hè? Wat? Waar heb je dat ding op je pik zitten? Ja, ik moet af en toe daar ook even naar kijken. Oh my god. Wat is er nou? Don, wacht, sta stil. Nee, Don! Nee, de thumbnail! Ja, de thumbnail is hier nog, hallo. Oh, wat? Oké, Don. Don, laat mij eens even kijken. Laat mij eens heel even kijken. Oeh, goed goudje, kan dat? Oh. Nee, helaas niet. Oké, ik kijk wel even, oké? Het ziet er heel gevaarlijk uit. Ja, want hij mikt ook naar zuid. Ja, daarom. Don, wie ga je pakken? Bloem Blanco. Nee. Kom get you. Oh, no. Oh, het steekt ook zo gevaarlijk uit, joh. Het is een middeleeuws steekspel. Alleen lekker dan... Lekker in die rugkwabbies van je. Oh, nee. Rechts, schip dichtbij. Rechts! Had ik al gezien. Stuurboord! Oh, ze zien hij vaart op ons af. En hij vaart wel. Piratenvlag. Yes. Kaizuku. Gommoek heeft zijn zeilen uitgepleurd. Hij probeert help snelheid te pakken. Hij draait bij. Okay. Ik ga met ze praten, oké? Ik denk dat ze gevaarlijke intenties hebben. Bemande kanonnen in dat geval. Ja. Bot scratch up! Hoorden ze dat, denk je? Bot scratch up! Bot scratch up! Kunnen ze dat horen vanaf hier? Bot scratch up! Ja. Oh, jezus! Je hebt een... Moet hier even je armen zitten door je hoofd heen. Ik kijk gewoon door de dingen heen hoor. Ik snap niet wat er zo vreemd aan is. Don, je bent kapot. Ja, maar daarom hebben we ook Giro Praktori Wally aan boord. Ja, Wally, hij zit vast. Laat mij maar even. Kraakmeester. Wally de kraker. De kraakmeester. Repareer hem. Laat maar even op. Laat maar even op. Zo. Wacht. Een stuk beter. Ja, hij lijkt wel los te zijn. Oh, het gaat wel goed met hem. Alleen, je mist een voet trouwens. Oh! Gevaar in zicht. Ik kom eraan, ik kom naar beneden. Yep, Beb, wat is het beste wat ik kan doen? Ik ga tegenaan crashen. Captain! Captain! Oh! Eentje glipte er langs. Hij is niet aan boord. Hij is nog niet. Ze praten. Het zijn Engelsen! Ernst, Bobby en de rest! Dun, dun, dun! Het zijn niet goed spelers. Oh, er zit erin in het water. Ik denk dat... We zijn tegen een rots aan. Scheisse. Oké. Incoming! Oh, worden aangevallen. Gewoon nog wilde piraten. Hallo? Hij komt aan boord. Ik heb hem één keer gehit. Ja, hij zit aan boord. Hij is eraf. Hij zit er nog op. Hij zit op touw. Ik klim met kraaien. Waarom is het ook zo donker? Oh, lekker jongen, dat scope geluidje. Doe een trickshot. Oké. Dus jij daagt me uit om een trickshot te doen. Komt-ie. Doe het! Waar is het schip? Ik ben er kwijt. Oh, wacht. We maken 720. Links, nog iets. Heel veel. Bang. Links, kanonnen! Ik sta klaar. Hij was raak, kanonnen! Goeie hits. Voor mij ging er overheen, maar ze bedankt gaan zo hard. Wij gaan ook hard. Oh, wow. Oh, er zit iemand aan boord. Ja. Oh. Hij heeft ons anker gedaan, hou hem tegen, anker. Shit. Hij is eraf. Oh, ik hoorde de kraken. Ja. Ik hoorde uit oost. Ja. Ja. Nee, is... Hij kan op ons afkomen. Oost-zuidoost. Een beetje zuid. Oh, ik ben dood. Oh. Wat, hoe? Zit iemand op, volgens mij. Ik hoor de Kraken inderdaad. Zal ik bijsturen? Oké, we hebben een demon aan boord. Waar zijn jullie? Zijn jullie het ruim aan het doorzoeken? Wat heb jij? Ik ben naar hem op zoek. Iedereen kan de vijand zijn nu. Demon. Misschien was het de Kraken wel. Waar we al die tijd naar op zoek waren. Oké, ik ben er. Niet boven. Ik check het nest wel. Hey, kom even naar beneden, pik. Hij heeft niet de bal om terug te praten. Merkwaardig weer.
Oh, hij is boven, hij is boven. Ah, ja, boven, boven, boven. Pak hem! Ik heb hem volgens mij. Ja, hij ligt in het water, in het water. Holy shit, man! Hoe de hel kwam hij hier dan helemaal? Ja, echt, ik heb hem gewoon niet zien klimmen. Maar dan heeft hij al die tijd aan de touw gehangen. Hun galleon is gezonken. Wat? Nu al? De Kraken? Kijk maar voor. Oh ja, wat? Hoe dan? Misschien dat het geen planken meer. Ja, of... Ja, we hebben ze wel echt flink toegetakeld, hoor. Ja, dat is zo die geld. Nou, hey, tijd voor een feestje. Goed gevochten. Het zou kunnen dat er nu ook andere schepen zijn mogen zijn. Proost, hey. We hebben gewonnen, op een of andere manier. Jongens, wat eten we? Wat een buik scheurt. Bananen. Oh, wacht. Ah, ik heb er al een, man. Toch bedankt. Ik heb er al een. Ja, hey. Post. Ja, hey. Wacht tot aan tafel zit. Sorry. Jongens, aan tafel. Jongens, aan tafel. Ik kom al. Even eten. Je weet wat ze zeggen. Als je niet eet, dan scheurt je buik. Maar je moet zout eten, Don. Wat? Nee, wil ik niet. Lotje. Maar dadelijk scheurt je buik, Don. Aan tafel. Ik moet dat schip sturen, want anders gaan we de rode zee in. Oké, ze willen bij de werkplek gaan eten. Ik snap dan, mannen, we gaan wel gewoon bij de kapitein eten. Omdat ze zo druk is. Zo'n passie heeft voor de werk, bla 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 bla. Vooruit, hè. Hier. Mannen, proost. Ja, smakelijk. Hebben jullie ook een drankje erbij? Waarom eet ik zoveel bananen? Ik spoel het even weg. Dit is een, oh, dit is een emmer. Ja, oh, een wow, mijn beker geeft nu licht. Ik heb een nieuwe beker. Wow, dat is some good shit, man. Ik zie een schip, volgens mij. Ja, achter dat eiland. Je kan hem net zien als je doorheen kijkt. Voor mij is dit Sloopy. Ja, maar hoe doe je dat? Ik hou hem gewoon vast. Daaronder heb je dat klepje zitten, zie je dat? Zo idioot. Klepje van de spike. Jullie maken mijn verrekijker belachelijk. Vind ik niet leuk. Oh, noem je het een verrekijker? Oh, nou, mooi opgeschept, man. Hey, ik heb gewoon een fluitje. Nee. Jij moet weer per se een verrekijker hebben, ik zie hoe het is, daarom ben ik de dekswabber. Ja, omdat ze hem van ver kunnen ze ernaar kijken. Ja. Laten we gewoon Peppy allemaal gewoon achterwege laten. Oh, jij bent echt een minkukom dekswabber. Hoezo? Echt, het schip leunde naar beneden toe en jij schiet je dan af. Hey. Recht naar de bodem. Ik ben in ieder geval in de buurt, weet je. Ik kan niet zomaar naar de maan vliegen, maar ik kan wel een beetje halverwege richting het eiland vliegen, oké? Oké. Je moet me vertrouwen, dat was mijn plan, al die tijd. Nou, kom op, SEAL Team 6. Oh, zie ik jou daar aan het strand staan? Hero Pactor. Wally. Ik zie je. Psst. Pedro. Okay. Ik heb gehoord dat het een geheime missie is. Oh. Een geheime, ja, jongens, stealth mission. Ik heb slecht nieuws. Wat is je slechte nieuws? Ik zie het schip wegvaren. Nee. Godomme, had ik mezelf maar naar de maan gelanceerd, dan was ik verder gekomen. Oh ja, ik zie hem daar. Oh, ze zijn echt weggevaren, Bep! Ja, ze zijn op, hè. Hé, een kip. Hey. Hey. We moeten eten. Ah, shit. Hij is weg. Ja, eten is gedespant, jongens. Het is echt alsof je dat ding achterin je... Ja, nee, ik vind het helemaal niet fijn. Ik word er heel onzeker van. Weet je hoe ongemakkelijk ik me hierbij voel? Je hoeft je niet onzeker te voelen, hoor. Hij is groot genoeg. Ja, maar als ik er doorheen kan kijken... Kijk... Nee, je wil er niet doorheen kijken, geloof mij. Maar dat wil je niet, want dan kijk je recht naar je... Wat? It's not stupid if it works. Ja, maar... Okay. Dus jij beweert dat je wel iedereen kan zien in de verte nu, op deze manier. Op deze manier? Ja. Op die manier? Oh, dat is ook een hele unieke methode. Dit is nou meer alsof je hem voor mij draagt, zodat ik er doorheen kan kijken. Yes. Ja, ik zie nu een eiland. Oh, ja, bedankt. Oh, hier zit iemand in het water! Met een ton! Schiet hem neer! Hij gaat op! Auw! Man overboord! Ik ben ook overboord. Hij was hier nog. Rudy, repareer! Ik ben overboord! Oh fuck. Iedereen is overboord? Nee, ik ben er nog. Oh. Beb? Oh boy. Oh, dit is zijn meerman. Oh nee, nevermind. Dit is onze meerman. Ik ben aan boord. Repareer in hoes. De suicide mission, man. Ja, het werkte. Oké, ik hoes. Het was wel even schrik hoor. Kost er wel planken. Ik hoor hem! Ik hoor een zeekoe! Ik zie niemand achter het roer staan eigenlijk. Het kan weer zo'n, hoe heet het, man zijn. Zal ik gewoon schieten? Nee, ik zie nu al beweging op het, Ja, er staat daar één man. Opmieteren! Oh, Oh, je hebt hem van de... je hebt hem van het schip afgeblazen, man. Oh. Oh, er staat er wel één achter het roer. Het is een skelet.
Het is een groene skelet. Een skelet. Zo zag jij dat dan. Ik heb ze met een... Oh, hij schiet met curveballen. Ik ga het repareren. Ik weet niet wat dat doet. Dat was een paarse, dat was een paarse. Oh, dat we niks uit de barrels kunnen pakken. Oh, ja, boeien. Ik ben niet gemaakt voor conditietraining. Oh, kramp. Oh, wat is dat koud. Oh, wauw, die bal die gaat best wel goed. Oh, wauw. Oh, mis. Hé, hey, we doen nog varkens hebben die onder water kunnen rennen, toevallig. Nee. Maar ze rennen onder water. Ja, maar je moet eten geven, anders gaan ze dood. Ik heb niet een gouden barrel. Wacht, oh. Jasper, ik zag het wel. Don't choose me. Ik ga even de antwoord. Wat is die? Oh, dat zijn geen varkens. Dat zijn geen varkens. Wat doet dat als je dat kapot slaat? Is voor achievements. Ik hoor echt een gekke toeter. Zo brrrm. Ja, ik dacht. Oh, dat is dat beeld. Het doet damage. Nee, ik stik gewoon. Het doet damage. Ik wil hem ook hebben. Hey. Kom op. Hey, wat zit erin? Niks. Helemaal niks. Helemaal... Oh. Ik vind de kraken niet meer. Oh! Oké. Got him! Sorry, Beb. Beb, het spijt me, Beb. Dat gaat je bezielen, jongeman. Beb, het spijt me, ik zweer. Oh, oh. Beb, ik weet al waar die heen gaat. Het was just a prank, Beb. Beb, ik zei nog dat het me speet. Spijten. Spoed. Hey. You almost killed me! Eén van de drie. Chiropractor, laat me met rust. Dansaapje. Nee, door mij, door jou, door iets schoot ik raak. Mag ik dat banaantje dan wel hebben? Ik kan hem niet pakken, wat is dit voor gruwelijke grap? Ik kan hem niet pakken. Je speelt met mijn hartje. Chiropractor, waarom? Ik was je helemaal vergeten. Zijn jullie mij vergeten? Kom op. Oh, hè, bedankt. Bedankt Blanco en Beb. Dan weet ik weer hoeveel ik voor jullie beteken, hè. Oké, ik heb de snack getamed. Wat moet ik nu doen? Zadelkraft en erop gaan zitten? Ja. Oké, komt ie, hè. Zadel wordt gekraft. Level hem wel even in movement speed. Verdomme snack, ik heb hem gedood per ongeluk. Hij had maar 20 HP. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik ben even aan het chillen bij een kampvuur. Want die verdomde kraken laat zichzelf niet zien. Oh, mooie vlag. Kijk, wow, dat is een mooie nieuwe vlag. Wauw. Waar hebben we die diepels uithangen, jongens? Die gloeit tenminste. Dat vind ik mooi. Uit wanhoop ben ik even naar de kapper geweest, trouwens. Ik hoop dat jullie mijn nieuwe imago leuk vinden. Want new year, new me. Is het mooi? Is er wat anders? Wow, is er niks veranderd? Wow, hold up, ik hold up. Ik maar het koezelige hoofdje. Nee, dat is wel wat veranderd. Mijn haar is korter. Oh, sorry. En omdat jullie het niet fijn vinden om tegen mijn pants aan te kijken, doe ik wel een jas aan. Speciaal voor jullie, oké? Nee, wacht, ik doe een jurk aan. Speciaal voor jullie, oké? Ja, natuurlijk. Nou, als we een paar ballen erop kunnen mikken, dan gaan we er een paar ballen op mikken. Tijd voor actie. Omdat we het niet hebben kunnen vechten tegen de Kraken. Maar die komt wel een keer, hoor. Dan gaan wij eraan of gaat hij eraan? Huh? Oké, ik kan schieten. Als jullie gaan schieten, dan ga ik erheen. 3, 2, 1. Ik schoot veel te hoog. Dat was geen hit. Ze gaan varen. Ze gaan er ook gewoon alweer van. Nee, dat zag je dat beetje. Ik ben echt moe. Oh mijn god. Zo lastig om in te schatten. Zo lastig om in te schatten. Ja, die wordt. Oh, eroverheen! Wat? Well played. Oké, daar gaan we ons kogels. Laat maar. Nog eentje. Kijk. Nee. Heel treurig. Heel treurig dit weer. Nou, chiropractor zijn we ook kwijt. Succesvolle aanval. Je staat op het eiland. Wacht jongens, ik zie ze op het eiland. Doei. Is dat een chiropractor? Oh, hij is verdwenen. Lightning fast. Hallo? My friends, please. Ze draaien ook bij. Hello my friends. Ik kan wel een beetje draaien dat we er inmiddels op schieten. Als iemand nu een sniper heeft. Die was bijna raak. Oké, hij draait af. Kanonnen? Ja. Yep. Kanonnen. Ja, we zijn omhoog gemikt. Bam! Ja, van hem schieten. Kijk, dat waren een paar goede hits. Wacht, zinken ze nou? Maar dit is slechts een schrale troost. Oh, heel mooi als de Kraken nu komt. Ik wil het niet jinxen, maar Kraken, kom nu. Hé, hey, hebben we toch nog wat booty bemachtigd? Hey. Oh, ik ga rammen. Yes, actie en sensatie, jongens. Ja, hij is dood. Hij gaat ons aanvallen. Ja. Oh, hij is dood. Oh. Daar heeft nog iemand achter het schip. Oh, ze hebben cursed balls. Oh, er staat nog iemand. Bam, ik heb hem gehit. Hij heeft een blunderbussie. Oh. Kan je aan boord springen? Dat was mijn laatste kogel. Oh daar kant. Valt je. Jezus, nee. Het derde wiel. Kanon. Pak dat touw nou, pak dat touw. Oh nee. Oeh,
Fatality. Nou, helaas hebben we geen kraken kunnen vinden. Het was een lange zoektocht. We hebben volgens mij wel 22 oceanen gewoon afgestruind met ons schip. Kapitein Beb, kom maar goed. Binnenkort gaan we gewoon lekker sushi eten gemaakt van octo-inktvissen. Komt die op ons af, Beb? De kraken? Dat is valse hoop, Beb. Thanks voor het kijken in ieder geval. En ik hoop jullie te zien in de volgende. Hey, later. Oh shit, dat is een flinke curseball. Nou ben ik dronken. Wat een kut moment om eraf te schieten.